In deze videotutorial ga ik jullie laten zien hoe je de minimum haakt. Het is een kleine granny van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Je maakt hem in twee kleuren naast de hoofdkleur en hij is in 6 toeren klaar. Het is een granny met behoorlijk wat relief. Er zitten echt meerdere laagjes op de granny. Het originele patroon is van Julie Yeager Designs. Zij maakt naast deze Garden State Afghan ook nog allerlei andere patronen. En het geschreven patroon en PDF in het Nederlands zijn te vinden op www.eenmooigebaar.nl. En deze granny is onderdeel van de Garden State Afghan deken. Maar je kunt hem natuurlijk ook ergens anders voor gebruiken. Ik wens jullie heel veel haakplezier met deze kleine granny. We beginnen deze granny met een magische lus. Daaraan maken we 4 lossen. Sorry, een schuiflus, geen magische lus. Die maken we aan elkaar met een halve vaste in de eerste lossen. Daarna maken we 3 lossen en 11 stokjes in de ring. Dus dit is het eerste stokje. Het tweede stokje. Uiteindelijk lijkt het dan alsof je 12 stokjes in de ring hebt, want de 3 lossen tellen als eerste stokje. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug als je 12 stokjes hebt gemaakt. We hebben de 3 lossen gemaakt en daarna 11 stokjes. En we sluiten deze toer met een halve vaste bovenop de 3e beginlossen. We hechten deze kleur niet af, want de volgende toer is ook nog met deze kleur. Voor deze toer maken we 3 lossen. Een stokje in dezelfde steek. Dus een stokje in dezelfde steek. En dan 2 stokjes in elke steek rondom. Zo ga je door totdat je 24 stokjes in de cirkel hebt. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We hebben nu 24 stokjes gemaakt in deze tweede toer. We sluiten de cirkel door een halve vaste te maken door de 3e beginlossen. En we hechten deze kleur af. We gaan de volgende toer verder met een andere kleur. We gaan beginnen aan de 3e toer. En voor de 3e toer maken we alle steken om de stokjes van toer 1. We hechten daarvoor aan met een halve vaste met de nieuwe kleur. Zo, dus om het stokje heen van toer 1. Dan maken we 3 lossen en een cluster 2 om hetzelfde stokje heen. En daarvoor maak je een stokje, maar je maakt hem niet af.
En dan maak je nog een keer een stokje. Maar je maakt hem niet af. En dan trek je hem door alle drie de lussen heen. Dat is hoe dat eruit ziet. Nu slaan we één zo'n stokje van toer 1 over. Dus deze doen we niet mee. En om dit stokje maken we een halve vaste om er naartoe over te steken als het ware. En dan maken we weer drie lossen. En een cluster 2 om dat stokje heen. Ik zal het nog één keer laten zien. We slaan dit stokje slaan we over, dus we gaan naar dit stokje. Daar maken we een halve vaste aan vast. Vervolgens drie lossen. En daarna een cluster 2. Op deze manier maken we de toer af. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We hebben nu een zestal soort van bloemblaadjes gemaakt. En we sluiten deze toer met een halve vaste in de eerste vaste. En ook al doen we de volgende toer met dezelfde kleur, we hechten toch deze kleur af, want de volgende toer moeten we op een andere plek zijn. Het is moeilijk om daar vanaf hier terecht te komen. Dus we hechten op dit punt hechten we af. We doen bij deze vierde toer eigenlijk hetzelfde als wat we bij de vorige toer gedaan hebben, alleen dan om de stokjes van toer 2 heen in plaats van om de stokjes van de eerste toer heen. We hechten daarvoor aan op een willekeurige plaats met een halve vaste. Dan maken we drie lossen en een cluster 2. Om hetzelfde stokje. Dan slaan we één stokje over en dan gaan we naar het volgende stokje oversteken door middel van een halve vaste. En daar maken we dus weer drie lossen. En een cluster 2 om hetzelfde stokje heen. Nou, op deze manier maken we in deze toer 12 van dit soort bloemblaadjes. Dus waar we er net 6 van hebben gemaakt, maken we nu in de buitenste ring 12 van dit soort bloemblaadjes. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We zijn aan het eind gekomen van de toer. We zien nu dat er 12 assortiment van bloemblaadjes op de buitenste rand staan. We hechten deze toer af met een halve vaste in de eerste beginhalve vaste. Het is een beetje wat gepruts. Daarna hechten we deze kleur af, want we gaan verder voor de laatste twee toeren met de hoofdkleur. We hechten de hoofdkleur aan met een halve vaste in een willekeurige steek van toer 2. Vervolgens maken we 4 lossen. Een stokje in dezelfde steek. Nu heb je je eerste hoek gemaakt. Daarna doen we een half stokje in de volgende steek.
een vaste in de volgende 3 steken. Dan weer een half stokje in de volgende steek. En voor de hoek weer een stokje, een losse en een stokje. Op deze manier ga je rond totdat je 4 hoeken gemaakt hebt. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We zijn aan het eind gekomen van deze toer. Als het goed is, is je laatste steek een half stokje. Die hechten we dan aan om de toer te sluiten met een halve vaste op de 3e beginlosse. We hechten deze kleur niet af, want de volgende toer gaat ook met deze kleur. We beginnen aan de 6e en laatste toer. Die is eigenlijk vrij eenvoudig. We maken 2 lossen en daarna maken we voor de hoek een half stokje, een half stokje, een losse en nog 2 halve stokjes. En vervolgens maken we in elke steek rondom een half stokje met 2 halve stokjes, een losse en 2 halve stokjes. Voor de hoeken. Dus in elke steek rondom een half stokje. Met 2 halve stokjes, een losse en 2 halve stokjes voor de hoeken. Aan het eind van de toer heb je dan, als het goed is, 48 steken. Waardoor de granny weer aansluit op de andere granny's uit deze Garden State Afghan deken. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. Aan het eind gekomen van deze toer en daarmee ook van deze granny. We sluiten deze toer door een halve vaste te maken in de bovenste beginlosse. Nu kunnen we afhechten. Dit is de granny geworden. Als je hem met het voorgeschreven materiaal maakt, is die ongeveer 10 bij 10 centimeter. Ik wens jullie veel haakplezier. Vergeet niet de video te liken of je te abonneren. En voor vragen en opmerkingen kun je me altijd op YouTube, op Facebook of via de website een berichtje sturen. En de links daarvoor staan in de beschrijving hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken.